naam is Sjoerd Wiggers. Maarten Stam. Ja, toepasselijk naampje, bovenzorger in Stam. Nou, wij kwamen maandagmorgen hier, toen was het nog helemaal bestraat. We hebben eerst de bestrating eraf gehaald met een mobiele kraan. En toen zijn we gaan rondgraven helemaal. En toen zijn we begonnen met het pijpen schieten onder de boom. Maar stijgenpijpen komen er onder de boom. We hebben er 53 onder geschoten. Met de bult van luchtdruk hebben we dat gedaan. Gisteravond zijn we begonnen met het ondermijnen van de boom. Dat is zeg maar het ondergraven aan weerskanten van de boom. We konden niet helemaal met de kraan eronder komen. En toen zijn we zelf dus onder de kluit gegaan. Ik heb een beetje mijnwerkers idee. Je hebt nog net geen kanariekoortje naast je staan, maar voor de rest gaat het goed. Gaan we straks om 11 uur gaan we naar huis. Komt er een grote evenwichtsbalk, zeg maar. Die komt aan het telekanaal vast en daaraan komen vier staaldraden en die komen door de kroon naar beneden, zeg maar. En die worden aan de haalbalk vastgemaakt met behulp van klemmen. En dan kunnen we gaan huizen. Heel voorzichtig gaan huizen. Dus, wat spannend. Koffie! Ja. Het is perfect gelukt. In samenwerking met mijn collega's die de aanwijzingen moeten geven. Natuurlijk, zelf kan je wel een gedeelte zien. Maar je collega's moeten meehelpen, kijken. Hè? Het ging precies zoals het hoorde. Vooraf hebben we echt heel nauwkeurig alles uitgemeten om te zorgen dat er op deze dag niets mis kon gaan. Het is perfect gelukt. Zonder problemen de missie volbracht. Dat was het doel. In deze volle Randstad is heel erg belangrijk om aandacht te besteden aan groen, aan bomen, aan natuur. En ik vind als je in een plaats als Voorschoten, hè, toch een beetje ook de groene parel hier in dit gebied, als je daar dit soort unieke bomen hebt, dan moet je alles op alles zetten om die bomen te behouden. Ja, het is zonde om te slopen.
Maar deze boom is heel uniek, heel bijzonder, heel oud. Ik vind dan op zo'n boom moet je zuinig wezen, dat zie je weinig. De boom is een linde uit 1946. Wij als kinderen zijn daar bij de tuin, speelden wij ook altijd. Ik vind het een mooie boom. Nou, we hebben wel eens aan klojo, hè? Dat weet je met zo'n boom. Of ik ooit heb onderstaan zoenen, weet ik niet meer, maar dat is lang geleden. Je bent jong, je wil wat. Zo gaat dat gewoon. Maakt wel indruk, die grote spullen allemaal. En dit zie je niet dagelijks, hè? Geweldige geluid om de boom. Helemaal uitgegraven. Metalen balken ondergeschoven. Die balken zijn aan elkaar gelast. En nou, over een paar minuten dan moet alles in beweging komen. En dan moet die 90.000 kilo en die boom van meer dan 20 meter moet je omhoog komen naar een dieplader. En het is heel spannend en het is ook heel spectaculair. Ja, spectaculair. Als je dan die geweldige boom daar met die kluit ziet hangen, dat is echt indrukwekkend, ja. Hij gaat nu tijdelijk naar een soort parkeerplaatsje toe even. Heel spectaculair. En ik heb net ook begrepen van het bedrijf wat het doet, dat laten we zeggen, dit in Nederland misschien één of twee keer eerder vertoond is. En ik vind het gewoon heel bijzonder dat dit nou in Voorschoten gebeurt. Het was toch een hele bijna militaire operatie, heel goed voorbereid, goede mensen, goed materieel. En ik heb het idee dat alles is gegaan zoals van tevoren gepland was. We hebben vooraf echt heel nauwkeurig alles uitgemeten om te zorgen dat er op deze dag niets mis kon gaan. Dus hoedje af, chapeau. En er ging niets mis. We hebben toch als gemeente samen met de bedrijven dit gedaan. En we hebben iets behouden wat van grote waarde is. En we hebben iets behouden wat toch vaak kwetsbaar is. Natuur is vaak kwetsbaar, hè? Vaak wordt natuur gesloopt van andere dingen. We hebben iets behouden van waarde en van kwetsbaarheid. En dat is heel erg belangrijk. Straks als de boom op de rotonde komt, op de nieuwe situatie, dan hebben we de Voorschotener linde op de rotonde. Mijn kamer kijkt uit op deze plek. En mijn uitzicht is een stuk groener geworden. Dus we hebben vandaag een monument behouden. En het is voor mij heerlijk om uit te kijken op een groen monument.